De zone op de over je tableau is bepaald. En zoals je ziet heb ik aan deze kant wat meer kokosbriketten gelegd als aan deze kant. Dus dit is mijn hete zone. Nou, dat is nu bepalend voor het gerechtje wat we gaan maken. Ik heb een grillworst gevuld met jalapeno peper en cheddar kaas. Wat courgette en een burgertje gemaakt van bataat, zoete aardappel, met feta kaas. Ik ga beginnen met de bataat. Leg ik op de plaat. En daarbij laat ik een heel klein beetje zonnebloemolie eromheen lopen. Het volgende elementje wat ik alvast op de plaat ga leggen is de grillworst, want die mag mooi gaan karamelliseren. Ook daarbij doe ik een klein beetje olie, zodat die mooi kunt bakken. Daarbij leg ik ook alvast wat courgette, die heb ik mooi gesneden. Haal ik heel even een beetje door die olie heen van de zoete aardappel. Ook deze kan nu mooi gaan bakken. Daarbij, om het gerechtje mooi af te maken, ga ik ook wat tomaatjes poffen. Dat doe ik aan de iets minder hete zone. Dus deze kant. Dan leg ik die tomaatjes op. Dan strooi ik een klein beetje peper en zout overheen. Dit is mijn minder hete zone, dus ik hou hier de courgettes mooi warm. De burger van zoete aardappel en feta kaas is inmiddels mooi gekarameliseerd. En gaan we op het bord dresseren. En daarbij leggen we de mooi gebakken grillworst gevuld met jalapeno peper en cheddar kaas. En garneren we het geheel af met wat gebakken courgette. En de gepofte tomaatjes. En als finishing touch doen we nog wat doperwtencress erbovenop. Wat kleur te geven aan het gerecht. Eet smakelijk!